Voor de volgende truc heb je weer iemand nodig die je gaat helpen. Ik heb Kirsten weer gevraagd en ik heb je voor Kirsten 3 verschillende kleuren stiften. Kirsten, wil jij die even vastpakken? En dan mag je 1 kleur uitkiezen. Oké? Mag je even 1 stift van de kleur die jij hebt gekozen op mijn hand leggen. Oké. Nu ga ik je vragen om heel sterk te denken aan de kleur van die stift. Ja, ik ontvang wat. Weet je wat? Je krijgt van mij de stift weer terug. Alsjeblieft. Ik denk, als ik heel goed denk, dat het de paarse stift was. Ja. Dat klopt? Ja. Hoe doe je dat? Je neemt 3 stiften. Die geef je aan iemand. En dan zeg je, kies maar een kleur uit. Leg die stift maar op mijn hand. Nou, dan draai je je om. Want anders zien ze wat je doet. En zij doen die stiften ook achter hun rug. Nu ga je stiekem de dop van de stift afhalen. En dan zet je een puntje op je vinger. En dan doe je de dop weer terug. Als je dat gedaan hebt, dan zeg je, weet je wat? Pak de stift maar weer terug. Want ik denk dat ik een goed gevoel heb. Dan doe je je vinger tegen je hoofd. Maar als je dat doet, kijk je natuurlijk even op je vinger welke kleur stip op je vinger staat. En dan ga je denken en denken. Maar jij weet al lang dat het nu de groene is. Nou, het kan natuurlijk ook met gelpennen of wasco-stiften, maakt niet uit, als het maar iets is waarmee je een puntje op je vinger kunt maken. 2 grote dobstenen. Oké, mag jij ze even vasthouden? Nu weet ik dat jij in de rechterhand een rode hebt en in de andere hand een groene. Dus ik ga even omdraaien. Mag je even zo omdraaien of wisselen dat je zegt ik heb 1 in die en 1 in die. Heb je dat? Ja. Oké, dan mag je even de hand met de rode dobbelsteen tegen je voorhoofd houden. Ja, even heel goed nadenken. Echt heel goed, heel diep nadenken aan die kleur. Want dan ga ik straks in je ogen kijken. En dan kan ik, als het goed is, in je ogen zien welke hand de rode dobbelsteen heeft. Oké, heb je hem tegen je hoofd? Ja. Heb je er heel stevig aan gedacht? Ja. Oké, dan mag je je hand weer laten zakken. Dan ga ik nu kijken in je ogen. Ja. En ik zie in je ogen dat die in je linkerhand zit. Ja. Dat klopt? Ja. Laat maar zien. Hoe doe je dat? Nou, je neemt 2 dingen. Deze komen bij de Action vandaan. 2 grote dobbelstenen. Maar het mag van alles zijn. Het mag ook muntjes zijn of een propje papier. En dan zeg je alsjeblieft pak maar vast. Dan draai je je af en dan zeg je, doe maar 1 dobbelsteen in 1 hand en de andere in de andere. Zodat ik niet weet welke waar zit. En dan zeg je, doe nou de rode dobbelsteen tegen je voorhoofd. Nou, dan maak je er een verhaaltje bij, want de truc is namelijk dat het ongeveer 20 tot 30 tellen moet duren voor ze hun hand weer laten zakken. Wat er dan gebeurt is, als je je hand zo hoog houdt, dan zakt het bloed naar beneden. En als ze dat dus een halve minuut doen, terwijl jij een spannend verhaaltje erbij vertelt, doen ze hun hand weer naar beneden. En als jij je dan omdraait, dan kan je aan de kleur van hun hand zien welke ze omhoog hielden. De hand die namelijk een beetje lichter is, of een beetje witter, dat is dan de hand met de rode dobbelsteen. En zo werkt die. Goochelaars moet je goed in het oog houden, zeggen ze. Want goochelaars zijn vingervlug. En vingervlug, dat betekent dat ze bijvoorbeeld dit doen.